Hallo, ik ben Eelco Overman van het ROC van Amsterdam en ik ga jullie laten zien hoe je een opdracht van een student in Teams kunt nakijken en retourneren. Oké, de student heeft een opdracht ingeleverd. Onder opdrachten zie je nu staan 1 van 1. Er was maar één student, 1 opdracht, 1 is ingeleverd. Daar kun je op klikken. Dan kun je het bestand van de student openen en bekijken. Dat doe je hier. En je klikt hier rechts. Nou, de opdracht is af, zullen we maar zeggen. En dan, als je het goed vindt, kun je dus hier 2 punten geven. En je kunt feedback geven. In dit geval, goed gedaan. En in een ander geval, als je het niet goed vindt, meestal zoiets als voeg nog wat reflectie toe. En dat gaan we retourneren. De student krijgt dan die feedback weer terug en hij ziet hoeveel punten hij heeft gehaald voor deze opdracht.